Loek was operazanger en zijn vrouw Maggie werkt al jaren als verkoopster in een bakkerij. En toch besloot ze om samen in 2001 hun eigen slagerij te beginnen. Ondertussen staat hun slagerij Maggie en Loek bekend om de prachtige Limburgse streekproducten. En ik neem ze vandaag mee voor een wandeling door de fluwelen grot. Hallo! Maar Loek, jij bent eigenlijk operazanger. Prachtig uitzicht, serenade. Zit het erin? Zou ik een stukje kunnen laten horen? Quando le sera il placido, voglio quell'anima. Mooie tenor, man. Jeetje. En zingt hij dan nog af en toe voor je? Ja, meestal het woensdags, dat is een beetje de hectische dag voor hem. En want dan gaat hij worsten maken en alles. En als dan alles in de ovens is en in de kookketels, dan zeggen meestal de klanten als hij begint te zingen van nou zeg, Loek heeft geloof ik alles klaar. En hoe is de rolverdeling met jullie? Ik zorg maar dat het smaakt en mijn vrouw die zorgt dat het verkocht wordt. Vertel eens wat we maken. Je verkoopt of streekproducten. Toch? Streekproducten, gebakken pastei maakt hij zelf. En dan wordt er natuurlijk op zijn Limburgs gekookt. Tadevoe, zuurvlees. En is dat dan jullie eigen recept echt? Ja, ze komen extra voor producten die je zelf maakt. Hè. We maken nog 80% van onze vleeswaren maken we allemaal zelf. Die willen echt proeven, hey, dat komt van die slager, dat maakt hij zo. Want wat willen jullie aan de klanten meegeven? Dat het ambachtelijk gemaakt wordt. Dat er echt met liefde gekookt wordt. Dat proef je? Ja. En dat het altijd vers is. En onderscheidende smaak. Het moet anders smaken. Van, hé, dat is weer apart. Het moet altijd een beleving zijn van, lekker. Ja, ja. Dat heeft gesmaakt. Je ogen gaan heel staan. Jullie hadden het al even, ik zie jullie zo de hele dag een beetje samen. Jullie zijn een mooie stijl samen, maar dat is ook echt wel nodig voor de zaak, denk ik. Hè? Dat je het samen doet. Ja, ja je moet elkaar aanvoelen. Je kunt niet op één plaats tegelijk staan. Je kunt niet worst maken en voor in de winkel staan te verkopen. Of buffet te maken zijn en met klanten advies geven. Dat werkt niet. Je moet dus echt samen een zaak kunnen runnen. Want elke slager, ja, een goed bedrijf, dat staat alleen met een supergoeie vrouw in de zaak.